Welkom bij Leo Middelzee met vandaag in het nieuws. Gemeenteraad wil serieus aanpak flietzone. Prins Maurits school krijgt buitenlokaal. Eten voor 2 euro in wijkcentrum De Klomp. En daarna Cambuur TV met koploper Cambuur bereidt zich voor op Jong AZ. De gemeenteraad stelde woensdagavond vragen over de flietzone aan het college. De wijk de flietzone ervaart tot tijden overlast van voornamelijk mensen die daar komen voor zorgorganisaties zoals Strong Idee. Het ging over de flietzone en de overlast die er al een aantal jaren nu is. We zijn al een tijdje bezig geweest om achter de schermen te kijken van hoe kunnen we deze problemen nu oplossen. We zijn heel blij dat we nu vanavond eindelijk ook eens een keer met de raad in gesprek zijn geweest om te kijken kunnen we deze problemen ook gaan oplossen. Maar ook eens van het college te horen van wat heb je nou eigenlijk gedaan en waarom heb je ook iets niet gedaan. Maar vooral om wel vooruit te kijken. De raad heeft nu aan ons gevraagd om voor 1 maart met een integraal plan van aanpak te komen waarbij we problemen op het gebied van de leefbaarheid, van de veiligheid en van zorg in 1 keer willen gaan aanpakken. Dat gaan we doen. Het is niet zo dat alleen Strongen die het probleem is. Dat is wel de aanleiding geweest waarom we hier nu over praten. We hebben met Strongen die hebben we omgevingsoverleggen in het leven geroepen die nu plaatsvinden waarbij ook weer de rust voor Godel is teruggekeerd. Het blijft een aandachtspunt, maar de problemen van de wijk gaan nog veel breder dan alleen Strongen die. En die moeten we volgens mij structureel willen aanpakken. Deze mensen zijn een gevoelig onderdeel van het probleem. Een verplaatsing van de instellingen zou veel problemen met zich meekrijgen. Ja, het is aan de ene kant de materie heel complex. Hè. Je ziet dus dat er relatief veel kwetsbare jongeren in die wijk wonen. Dus het gaat ook over zorg, het gaat ook over mensen. Wij moeten zorgen voor mensen die een zorgvraag hebben. Die moeten een goede plek hebben, een veilige plek waar ze kunnen wonen en waar ze ook begeleiding kunnen krijgen. Maar het moet ten alle tijde ook een leefbare en veilige wijk blijven voor de mensen zelf. Dus daar zit voor mij ook altijd een harde grens. Op het moment dat de leefbaarheid de overlast is die het leven van andere mensen verpest, dan moeten we gewoon hard optreden. Nou, dat moeten we nu gewoon mee aan de gang, met elkaar. Volgens bewoners kan het zo ook niet langer. Al langer proberen ze de gemeenteraad aan te sporen om maatregelen te nemen, maar voelden zich niet gehoord. Na jaren praten over de wijk zijn de problemen er nog steeds. Dus je wilt wel zorgvuldig aanpakken. Dus het vraagt wel gedegen onderzoek, ook achter de schermen, om nu ook met elkaar het gesprek in te gaan. En nu heeft ook iedereen wel eerlijk zijn verhaal kunnen doen. Dus we hebben de bewoners aan het woord gehad, we hebben de instelling aan het woord gehad. Het gaf ons ook de tijd om bij mensen op werkbezoek te gaan. Dus om het wel een beetje zorgvuldig aan te pakken. Nou, wat je nu ziet is dat de wijk heel erg het gevoel had van ja, wij worden niet gehoord. Hè. Ze doen niks meer aan ons. Wij kregen ook geen signalen van mensen ook die zeiden van ja, wij moeten nu gaan verhuizen. Want wij wonen hier gewoon niet meer veilig. Hey, in mijn betoog heb ik ook gezegd, ja, er liggen naalden op straat, menselijke ontlasting. Dat zou ik niet graag met mijn kinderen willen wonen ook. Dus ja, op het moment dat jij dan het gevoel hebt dat de gemeente niet met jou in gesprek gaat, dan sta je er wel erg alleen voor. En als je dan ook nog moet gaan verhuizen, ja, dan is het goed dat er in ieder geval nu een gesprek op gang komt. Op 30 oktober kwamen de bewoners van de wijk en de gemeenteraad al bij elkaar in het Cambuurstadion om met elkaar in gesprek te gaan. Nou, ik vind dat de wijk heel constructief aandacht heeft gevraagd voor allerlei problemen. In het Cambuurstadion een paar weken geleden, maar ook inmiddels in gesprekken tussen de zorgpartijen en de bewoners gezamenlijk. Om te praten over wat ze kunnen doen om dingen op te lossen. Die leiden ook tot concrete acties nu al. Dus ik vind dat de wijk eigenlijk heel constructief het gesprek aangaat. En wij doen daarin graag mee om te kijken hoe we de wijk leefbaarder kunnen krijgen. Tiny Forest, een initiatief om kinderen meer te leren over de natuur. IKC Prins Maurits heeft vanaf vanmorgen zo'n buitenlokaal. De staatsloterij die heeft aan het IVN een budget vrijgemaakt zeg maar, om allemaal tiny forests te gaan maken in Nederland. En de gemeenten hebben zich allemaal ingeschreven en uiteindelijk heeft deze school een soort van gewonnen zeg maar, om een tiny forest te kunnen realiseren. En het is eigenlijk een soort van buitenlokaal voor kinderen die kunnen leren over de natuur. Ja, we hebben hier een buitenlokaal gemaakt, want een tiny forest maken is dus een bos maken. Zodat kinderen kunnen leren van ja, wat is de natuur en waar komt het vandaan. En de mensheid die is steeds verder van de natuur afgekomen. En een tiny forest zorgt er eigenlijk voor dat juist dit contact meer komt. En ja, die buitenleslokaal, dat is juist de plek waar de kinderen les kunnen krijgen over de natuur. En welke beestjes hier allemaal tevoorschijn kunnen komen. Dat is eigenlijk een beetje het idee er ook van. Vindt u het een goed initiatief omdat kinderen nu dynamische les krijgen? Ja, ik vind het een hartstikke goed idee. Want je ziet steeds meer dat kinderen steeds meer binnen blijven. Maar juist de verbinding met natuur is juist heel erg belangrijk. Nu zeker in de tijd van klimaatverandering. Ja, we komen steeds meer van de natuur af. En juist zoals dit is prachtig om die contact te krijgen. En ook dat kinderen buiten les kunnen krijgen. Wij bevinden ons op dit moment in het netwerkcentrum De Klomp in Leeuwarden. En vandaag lopen we mee met koken in de wijk. Wij gaan met z'n allen een maaltijd bereiden die straks door mensen uit de wijk wordt genuttigd. Wij zijn benieuwd. Iedere donderdagmiddag is het koken in de wijk. Wat houdt dit in?
Koken in de wijk houdt in dat we met buurtbewoners, voor de buurtbewoners koken. En ja, gewoon gezellig samen eten. Ja. En dat is iedere donderdag tussen de middag? Iedere donderdag tussen de middag, ja. En daar kun je je voor aanmelden? Ja, kun je voor aanmelden, ja. Wat staat er vandaag op het menu? Vandaag hebben we boerenkool met een rookworstje. Wijkbewoner Jurjen die is nu lekker aan het maken. Ja. En ook voor de vegetarische mensen is hier een heleboel aanwezig? Is een heleboel aanwezig, ja zeker. Ja. Ik zat me af te vragen van koken in de wijk. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Hoe is dat tot stand gekomen? Nou, eigenlijk is dat een beetje tot stand gekomen. Er was een werkplaats en daar zijn ze voor elkaar gaan koken. En dat is langzaamaan gaan groeien voor alle wijkbewoners. Ja. En wordt dit initiatief door de gemeente ondersteund? Ja, dat wordt door wijkaanpak wordt dat ondersteund. En daar krijgen we dus financiën voor verschillende projecten. Ja. Maar toch zijn jullie ook zelf verdienend, want jullie hebben wel een hele bijzondere formule ontwikkeld om ervoor te zorgen dat jullie eigenlijk deels op eigen benen kunnen staan. Ja, wij kunnen in principe gewoon op eigen benen staan. Dus we koken ook gewoon zeg maar voor 2 euro. Dus die halen we ook letterlijk weer terug. Dus iedereen betaalt gewoon zijn eigen portie. Jij bent Samir en jij eet hier iedere donderdag, had ik begrepen. Ja, dat klopt. Het is altijd lekker parmeiten. Het is heerlijk. Om dinsdag is het brood. Ik kan ook eten, maar ik eet alleen om donderdag met mijn moeder. Dus iedere donderdag kom jij hier met je moeder eten? Voor 2 euro, dat is lekker makkelijk. Naast me zit raadslid Eckhart en ook u eet mee in het netwerkcentrum. Vertel, waarom? Nou, regelmatig maak ik hier afspraken. En dan vind ik het ook best leuk om even mee te eten. Ik ken hier heel veel mensen. Hè. Ik zie dadelijk weer allemaal bekenden zitten. Dus ik vind het altijd heel leuk om hier te komen. En het is ook de wijk waar ik ben opgegroeid. Dat maakt het altijd heel erg bijzonder. En dit was vroeger was dit het clubhuis van Leeuwarden. Daar voetballen al mijn broers. Nou, ik ben zelf natuurlijk een enorme Cambuur-fan. En we gaan nu vooral kijken, als het Cambuurstadion weggaat, wat gaan we doen met deze wijk? En dat is heel erg belangrijk. En vandaag heb ik daar ook weer een afspraak over met iemand om eens te gaan kijken van nou, wat gaan we hier allemaal doen in deze wijk. Vooral de komende jaren en vooral straks als Cambuur weg is. Ja, 40 hongerige magen zijn gevuld. De boerenkool smaakt echt geweldig. Nu nog de grote afwas. En laten we eerlijk zijn jongens, het was één grote familie. One big family. Een geweldig gevoel. Welkom bij Leo Middelzee Cambuur TV. Jong AZ is in vorm en ze wonnen afgelopen maandag van de Graafschap, de directe titelconcurrent van Cambuur. Cambuur is ook goed bezig, heeft al 13 wedstrijden achter elkaar niet meer verloren en won afgelopen vrijdag met 3-0 in Eindhoven voor het eerst sinds 2006. En laat dan net Jong AZ de tegenstander zijn voor morgenavond. Wij spraken met trainer Henk de Jong. Hoe zal hij hebben geslapen na al die geweldige resultaten van maandagavond? Ja, nee, slaap is gewoon goed hoor. En ik denk dat je doelt op de uitslagen die er waren. Maar ik heb eerst mooi naar Jong Cambuur gekeken. Voor een mooie wedstrijd tegen Zwolle. Toen ben ik naar huis gereden. Ja, dat was toch wel verrassende uitslagen. Nou, daar heb je even naar gekeken. Denk ik, oh, dat is mooi. En dan gaan we ook direct weer verder naar ons eigen. Het gaat om onszelf. Wat wij zelf doen, hè, dan kan je later naar een ander kijken. Maar eerst naar jezelf kijken. Dus de focus is gewoon volledig op Jong AZ. En dan hoor ik je al zeggen van het is wel een wake-up call. Want Jong AZ die wint gewoon van de Graafschap. Ja, dan moeten wij. Ik ben blij dat dat gebeurd is voor onszelf. Hè, dat we niet denken dat we zomaar die wedstrijd winnen. Dat is niet zo. Je ziet ook weer Jong FC Utrecht. Hè, daar werd laatst nou over gezegd. Nou, hoe kan het nou? 0-0. Of 1-1 speelden wij. Speel gewoon 0-0 bij NEC. Het zijn gewoon hele lastige ploegen. Dus je moet jezelf nooit rijk rekenen van tevoren. Het gaat om morgen weer die ploeg niet te laten voetballen. Als je laat voetballen, dat zijn ze altijd gewend om goed te voetballen. Ja, dan hebben we een probleem. Heb je ook al een idee van wat voor ploeg er tegenover je komt te staan? Nee, maar dat weten we. Dat zien we morgenavond wel. Dat weet ik nog niet. Maar dat is ook logisch. Hè? Zij hebben vanavond nog een Europa Cup. Daar maak ik me niet zo druk om. Met wie ze komen, wat, dat is voor ons niet belangrijk. Het gaat om wat we zelf doen morgenavond. Ja, nou is het natuurlijk voor Mees en Jamie is er dan niet bij. Maar is het natuurlijk wat een speciale wedstrijd. Die hebben daar natuurlijk gespeeld. Het is mooi hè, voor zulke jongens om nu tegen hun oude club te spelen. Ja, maar dat geldt altijd voor spelers tegen een oude club. Hè? Dus dat zijn leuke dingen. We hebben ook wel eens anders meegemaakt met Elvis Manu. Hè. Die ging toen bij Feyenoord spelen. Bij ons in het shirt. En dat was ook wel humor trouwens. Maar dat is nu niet het geval. Deze jongens die gaan vol voor ons. Hè. Dus dat is mooi. Ja, nou is het natuurlijk traditioneel tegen Jong AZ. Het is niet de meest spectaculaire wedstrijd voor de supporters om te bezoeken. Maar het zou wel lekker zijn dat er nu zoveel mogelijk mensen komen om te steunen. Juist in deze tijd. Hè? Ja, nee, maar we hebben gewoon steun nodig. Het zou echt mooi zijn. Uitwedstrijden ook. Hè. De mensen die er altijd zijn, die hier altijd zijn, die altijd uit zijn. Ja, die hebben ook hulp nodig. Hè. Mensen moeten meeschelen. We zijn
We zijn met iets bezig, samen met iedereen hier binnen de club, met ons allemaal. Het is niet Henkie of Sander of directie of spelers, het is met z'n allen. Maar moeten we ook met z'n allen erachter gaan staan, want we hebben iets unieks in handen, hè, nu. En dan moeten we zelf blijven, ja, in de hand blijven houden naar volgend jaar toe. En hoe meer punten we pakken nu voor de winterstop, met z'n allen, ja, hoe beter het is. Hè? Want dan ja, alles moet tegen elkaar. Ja, wij moeten zelf eerst die 3 punten weer pakken. Mees Hoedemakers is opgeleid bij AZ. Hij kent die jongens door en door en weet ook wel dat er talent in die ploeg zit. Wat de kracht is voornamelijk dat het natuurlijk gewoon talentvolle jongens zijn. Dat is gewoon een feit. En als je die aan het voetballen, als je die laat voetballen, dan kunnen ze dat ook aardig. Dus het is de taak aan ons om gewoon ervoor te zorgen dat wij hier thuis gewoon volle druk erop houden. En hun niet aan het voetballen laten. Heb je onze vrienden van AZ al even bedankt voor maandag? Ja, ik heb een paar gasten gesproken. Ik was er ook. Het kwam ons niet verkeerd uit, nee. Je was er ook daadwerkelijk bij? Ja, ik woon nog in Zaandam. Het is bij mij nog een paar minuten vandaan, dus ik dacht ik ga even kijken. Oude mensen nog wat gezien natuurlijk en natuurlijk voor vrijdag en natuurlijk de Graafschap. Dus het was een mooi potje en het was niet verkeerd dat Jong AZ de punten had gewonnen. Nee. Nou horen we Henk de Jong al zeggen, ja nu moeten we zelf door. En hoe lekker zou het nu zijn als je weer 3 punten pakt, hè? Ja, tuurlijk. Elke keer is het fantastisch natuurlijk om 3 punten te pakken, nu natuurlijk helemaal. We staan nu 3 punten los en je weet nu als je wint dat je nog steeds bovenaan staat. Dus ja, elke keer dat we nu winnen is natuurlijk één groot feest. Ja, dus dat is zeker leuk. Ja. Voor jou natuurlijk wel apart om tegen je oud teamgenoten te spelen. Hoe is dat eigenlijk voor jou? Ja, het is wel apart inderdaad. Ik kijk er wel naar uit. Ik heb natuurlijk aardig wat jaren daar rondgelopen. Ik ken de gasten ook goed. Dus ik kijk er wel naar uit om ze weer te zien. Trainers ook. En ik hoop wel dat we... Natuurlijk, ik ben wel echt zacht gebrand om die 3 punten hier te behalen. Dit was het Cambuur TV bij Leo Middelzee voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Dan gaat Cambuur het opnemen uit tegen Dordrecht, de hekkensluiter van de keukenkampioendivisie. Morgen zijn we live te beluisteren op de radio, waar live verslag zal worden gedaan door onder andere mij, Tom Westerveen en Jelmer Wijnstra. Tot morgen.